Deze nieuwsuitzending is een vervolg op de vorige uitzending over de pijnappelklier, oftewel de epifyse. In de vorige uitzending heb ik het uitgelegd dat de foetus, de eicel, laat ik daarmee beginnen. De eicel ontwikkelt een van alles, de lever, darmen en een zenuwstelsel. En je ruggenwervel zit onder je huid. Maar wij hebben geen exoskelet. We zijn niet zoals een krab. En ook bij je hoofd zit daar huid overheen. Maar daaronder zitten je hersenen. En die moeten ook volgroeien. Dat lukt niet bij iedereen. Er worden mensen geboren en die hebben geen volgroeide hersenen. Ja, dat gebeurt in 2% van de gevallen. Dan heb je mensen die worden geboren en die hebben volgroeide hersenen, voor een baby dan, hè. Maar die worden als kind dermate mishandeld dat die hersenen denken van, what the fuck is dit? Moet ik boos worden als de hel? En dan verschrompelt die epifyse. Dan heb je een probleem, hè? Dat groeit niet. Ja, een epifyse moet doorgroeien. De afmeting van de hersenen van een baby, dat is een zoveel centimeter. Maar als die baby dan 26 is, mag je hopen dat het hoofd wat groter is. Of niet? Ja, en wat zit het dan mee gevuld? Dat die schedel groter is geworden, dat is mooi. Maar aan de binnenkant. Wat gebeurt daar? Wat is daar gebeurd? Helemaal niks? Oh. Nee, maar dat is een goed bericht. Ja, maar ik ben in mijn jeugd mishandeld. En daar ben ik best heel boos over, zoals je zegt. En ik vind mijn ouders ook een stelletje eikels. Mijn epifyse is, die heeft er wel onder geleden in de ontwikkeling. En wat moet ik daaraan doen, Perry? Al je epifyse gaan trainen. Dus je totale bewustzijn, alles wat je hebt, inzetten voor het begrip. Laat je hersenen werken. Snap je? Begin daarmee. Oh, maar zal ik dan schaken gaan leren? Ja, dat kan je doen. Dat is een goed idee. Laat je hersenen werken. En in het geval van de epifyse, wat de ultieme vorm is van je hersenen, ga jij je trainen om rustig 7 potjes schaak achter elkaar te spelen, zonder dat je een pion pakt en de tegenstander daarmee tegen zijn hoofd smijt. Ook zonder dat je chagrijnig wordt. Je gaat alleen maar schaken. Ja, maar dan moet ik een heel eind fietsen naar de schaakvereniging. En dan krijg ik ook nog gezonde training voor mijn spieren. Ja, is dat niet zo erg? Ja, maar dat kost me heel veel tijd. Ja, nou en? Nee, Netflix kijken. Nee, dat kost weinig tijd. De seizoen 3, aflevering 13. En dan weer diezelfde katholieke meuk. Ja, maar dat vind ik wel leuk hoor, Netflix. Ik wil nuttige besteding van mijn tijd. Want laatst die serie met Pablo Escobar. Dan die tweede. En dat je dan weer ziet dat Pablo Escobar, ja, die ging lekker vreemd. En die neukte gewoon in de rondte. En tegen zijn vrouw zat hij te liegen. En dat vind ik wel een nuttige besteding van mijn avond. Nou, dan kan je beter naar de schaakvereniging gaan, hoor. Beter voor je ziel. En het allerbelangrijkste is dat je je hersenen echt diep aan het denken zet. Er is dat ongelofelijke verhaal van een man en die wordt genoemd Christos
Jezus. Heel bizar. Christus Jezus, toen hij 13 was of zo. Toen had hij al heisaam met zijn ouders. En toen is hij een tijdje uit beeld geweest. En niemand heeft een flauw idee wat hij in de tussentijd heeft gedaan. En toen hij 30 was, toen kwam hij weer in beeld. Voor 3 jaar. Hé, hey, dat is een mooie carrière. Ja, ik ben al 30 en ik denk aan een carrière van 3 jaar. Kan jij het je voorstellen? Nee, Perry, dat kan ik me niet voorstellen, want ik heb geen epivise. Ja, dan gaan we nu je epivise trainen. Dus je moet je totale denkvermogen inschakelen. Alles wat je hebt. Hoe heet die man ook alweer? Oh, Paul Morphy. Een schaker. En zijn devies was... van ja, kijk... ik moet die tegenstander van het bord gaan mappen... en daar heb ik al mijn stukken voor nodig. En die schakelde al zijn stukken in. Met sacrifices, maakt niet uit. Gewoon paarden naar buiten, hup, lopers eruit. Hup, die koningin rammen naar achter. Maakt niet uit, man. Alle stukken erin. En dan kijken wat er gebeurt. Van Paul Morphy wordt gezegd dat hij nog nooit een wedstrijd verloren heeft. Ja, vind je het gek? Hij zette al zijn stukken in. Maar dat was de Paul Morphy was, 19e eeuw. Kasparov, die weet dat tegenwoordig ook wel. Al je stukken inzetten. Het is doodzonde als je een loper in de hoek laat staan. Dan voelt die loper, die voelt zich zo eenzaam. Van ja, ik wil meevechten. En waarom mag ik meevechten? En jij tegen die loper van ja, bek houden. Ik kan die pionnen niet naar voren schuiven. Maar ik krijg je wel vrij. Even nadenken. Niet zo lullen tegen mij, loper. Ja, dat is niet psychedelisch. Nee, dat is hoe je moet schaken. Het gevoel van het schaken. Paul Morphy, die had de epivise aan de slag. Bobby Fischer, dat denk ik ook een epivise werkend hoor. Dat lijkt mij een aardige man. Nou, hij is dood, maar... Robert James Fischer. Een hele elegante schaker. Van Robert James Fischer is ook verteld, er werd gemopperd. Die zei van ja, ik wil wel schaken tegen Jan Lul, de huppeltje pup. Maar dan wel in een ruimte zonder verstoring. Want ja, ik hoef maar iets te horen en dan denk ik, wow. Zie, ik wil een rustige omgeving. En een camera mag erbij, geen probleem. Maar niet het geoude hoer van het publiek, want ik word er doodziek van. Ja, Robert James Fischer had dus ook een epivise. Een pijnappelklier, die werkte. Robert James Fischer heeft wel lopen zeuren over Joden. Maar Joden hebben... Het zijn niet alleen goede Joden. Je hebt ook kutjoden. En hij wist ervan. Als je epivise... En hoe je nou dus... dat ding aan het werk zetten. Stel nou, jij bent geboren zonder epivise. Nou, dan kan je deze uitzending uitzetten. Heb ik het liefst dan. Want het komt nooit meer goed. Als het zo vroeg al is fout gegaan... laat me zitten, jongen. Maar stel, je bent geboren met een epivise... en je bent... gekindermishandeld. Dat is correct Nederlands, hè? Gekindermishandeld of gekinderverwaarloosd. 1 woord. Dat heb jij ervaren. Dat weet jij. En dat was niet bevorderlijk voor de groei van jouw epivise. Die is blijven steken bij zoveel jaar of zo.
En dan moet hij nu nog gaan groeien. Wat moet je dan doen? Ja, trainen. En de beste training is om de Bijbel te gaan lezen. Zo'n ingewikkeld boek. Dan moet je echt alle stukken moet je inzetten om die pagina's te begrijpen. Dat wordt echt niet makkelijk. Het gaat pijn doen. In je hersenen. Groeipijnen. En dat moet je doen. En ik zou je adviseren om een, ja, zonder meer, voor 100%, pak de King James Bijbel uit 1611. Ja, maar ik kon geen Engels. Ja, dan loop je mooi achter, homo. Dan pak je translate.google.com, je pakt de NBG-vertaling erbij, je pakt de Statenvertaling erbij. En dan ga je begrijpen wat in de King James stond en staat. En dan gaat je breintje fikken, jongen. En krijgt het hopelijk, dus werk, je zet je brein aan het werk. En dan gaat jouw lichaam voeding geven aan je brein. Want wat niet werkt, krijgt geen voeding. Je moet het vooral te eten geven. En daarvoor moet je je brein laten werken. En ga het maar begrijpen. Ja, maar de Bijbel is zo ingewikkeld, want daarin staat dat een harmonie tussen man en vrouw kan. En als ik om me heen kijk, dan zie ik dat helemaal niet. Homo. Ja, ik weet dat het moeilijk is om met die vrouwen om te gaan. Ik doe het ook niet meer. Er is momenteel geen enkele vrouw die mijn huis nog in mag. Klaar met die bitches. Maar ik wil ze wel spreken. Dus ik heb laatst weer een ontmoeting gehad. Of ontmoeting gehad, mag je ook zeggen. Ontmoeting betekent dat iets niet moet. Helemaal vrijwillig. Gewoon je neven gedronken. En toen wilde zij hamburger eten. En dan zei ik, nou dat is goed. Ik weet een goede hamburgertent. Serieus. Iedereen daar moet er naartoe. Reed de Eurosnacks op de Korenmarkt. Doe die tent. Voor zolang die nog niet failliet is. Hele goede hamburgersaus. Ah, ik zelf eet niet veel, maar ik heb wel een paar hapjes meegenomen. Gehapt. Geen probleem. Maar mijn huis komt er niet meer in. Nee. Misschien straks. Dat weet ik niet. Ik voel die vibraties. Ik voel die trillingen. Ik voel die woede. Ik voel dat verdriet. Ja, niet in mijn huis. AUB. En zij helemaal boos na het einde van de nacht. Ik ga naar bed. Ja, zei ze, ik wil in je huis komen. Ja, dat zei ik, dat wil ik niet. Ja, maar dan laat je me in de steek en dan ben je een lafaard. Nee, helemaal niet. Ik wil niet dat je in mijn huis komt. Punt. Ik wil je wel zien, ik wil je wel ontmoeten, ik wil een jenever voor je kopen, ik wil je vertellen waar de hamburgertent zit, ik ben je chaperon. Dat is geen probleem. Maar mijn huis kom je niet meer in. Dat is heel belangrijk voor je epifysische ontwikkeling, dat je onderscheid maakt tussen het kaf en het koren. En dat je snapt dat het kaf niet het kaf is. Je mag het kaf niet vermoorden. Dat is een Christos, zo duidelijk, als hij terugkomt. Dan wordt de rekening opgemaakt. Dat weet je epifyse. Dus je voltallige denken weet dat.
Er zijn mensen die zeggen van ja, ik ken mensen en die leven en die zijn in jouw oordeel immoreel handelend. Ja, die ken ik ook. Ja, absoluut immoreel. Over mijn zwager, dat had ik nog niet verteld. Mijn zwager, die heeft die ongelooflijk mooie christelijke vrouw aan de haak weten te slaan onder... Goed, het is gebeurd, hè? En ik ben op bezoek, samen met mijn gezin. Zijn zus, die was al aan het neuken met Peter Bosman. En hij had nog aan mij voorgesteld, zullen we dan Peter Bosman in elkaar gaan slaan? Toen heb ik gezegd tegen die immorele zwager van mij, van nee. Dank je wel voor het aanbod, leuk dat je onbedenkt. Jouw zus die gaat neuken met Peter Bosman en dan moet ik Peter Bosman in elkaar gaan slaan. Dat denkt die homo wel niet. Ja, zei hij, maar ik regel de auto en dan hou ik Peter Bosman vast en dan mag jij je helemaal wild gaan op zijn gezicht. Ja, nee, natuurlijk niet. Wat een belachelijk voorstel. Ik had die zus van hem een klap voor de bek moeten geven. Of de vader. Want de vader heeft seks gehad met zijn eigen dochter. Homo's naar het zijn. Ja, totaal geen epifyse, hè? Nee, helemaal niet. We zijn zo stom als de achtereind van een varken. Ik weet iemand die slimmer is dan ik. En dat is de knop van de voordeur. Want de knop van de voordeur is heel erg slim en ik kan daar niet aan tippen. Ja. Een andere uitspraak is, ik ken een substantie en die is slimmer dan ik en het heet verf. En die klootzak, hè? Ja, ik vind het erg als het gaat over kindermishandeling en dat soort dingen. Ik vind het echt te lullig voor woorden. En dan zitten we aan een lange een soort eetkamertafel, uitzicht op de tuin, hartstikke saaie lunch, een soort eco-veganistisch, vegetarisch, maar niet heus, meuk van niks. Niet eens een gebakken eitje of zo, of een lekkere omelet met paprika en een verse peper erin. Voor mij, wat maak je champignon-ragout? Dat je, als je gasten krijgt, dat je van tevoren toch minimaal 2 uur in de keuken staat. Nee, dat is er allemaal niet. Een beetje bloemkoolroosjes, lekker makkelijk. En een kopje thee voor iedereen. Nee, lekker man, kopje thee met bloemkoolroosjes. En dan zit hij met dat kind van mijn schoonzus op schoot, want dat wilde hij dan graag. Hè? Dat is lekker warm, zo'n kind. Ja, ik zat ook heel graag met mijn kind op schoot. Maar ja, toen werd mijn zwager helemaal geïnteresseerd in wat zijn vader zei of zijn moeder zei, of hij wilde ergens anders wat over zeggen. En dan gaat zich voorover bukken en dat kind dat zakt helemaal omlaag. Ik zag dat ook. Ik denk, Albert, sorry, ik mag geen namen noemen, maar zwagertje, als jij zo doorgaat, dan flikkert dat kind op de tegelvloer. Want mijn zwager die houdt niet van warme omgevingen. Dat moet allemaal tegelvloeren zijn. Ja, als je daar zo'n baby van 1 jaar op laat flikkeren. Homo! En ik wilde er niks van zeggen, want ik ben slechts op bezoek. En dan mijn schoonzus, die fijne, christelijke, prachtige vrouw, die zei alleen maar, zijn voornaam dus, hè? Dit zei ze wel 3 keer. Van, zie je niet dat die baby zo dadelijk op de tegels flikkert? Nee, natuurlijk niet, want mijn zwager heeft geen epivise. Oh, daar word je blij van. Ja, ik ben Teletubby in Lalaland en dat wil ik graag zo houden. Ja, ga toch weg. Lees een beetje een ingewikkeld boek.
En zijn zus die leest dan van die propagandistische doktersromannetjes. En tegenwoordig is dat anders en dan heet dat het huis van de moskee. Ja, die heeft de Ex Libris prijs gewonnen. Ja, man. Ja, kijk Perry, het is wel zo, als ik de Bijbel ga lezen, dan bij Genesis 1 vers 1, daar ben ik het al gelijk niet mee eens. Dus waarom zou ik de rest van de Bijbel lezen? Oké, doe je Bijbel maar in een mooi cadeaupapiertje, voor mij op het Sinterklaaspapier. En geef hem maar aan een ander. En dan mag jij voortaan voor 1 euro per jaar, dan ga je zelf betalen. Maar dan krijg je gratis, Nijntje gaat naar de dierentuin en het vervolg via je iPad. Dus 1 euro per jaar en dan mag je kijken naar Nijntje gaat naar de dierentuin. En dan ga je dat maar begrijpen. Ja, want ik heb geen epivise en ik heb beperkt begrip, snap je wel. En ik wil wel dat je rekening houdt met mij. Oh, dat vind ik mooi. Heel goed idee. En je wordt gesteriliseerd. Huh? En zo snel mogelijk. En niet jou in de buurt van kinderen. Homo. En dat laatste bedoelde ik beledigend. Dat je me goed begrijpt. Want je blijft met je tengels. Punt. Ja, je blijft met je tengels van andere mensen af. Dat is punt 1. Je blijft met je tengels van vrouwen af. Dat is punt 2. Je blijft met je tengels van kinderen af. Dat is punt 3. En als je dat toch doet, zoals die stomme zwager van mij, ja, heb je mijn respect niet. Een kind beschouwen als een warmteapparaat op je schoot en als het tegen de tegels aan flikkert, dan is het het probleem van jouw christelijke vrouw. Ik dacht het even niet, meneer de zwager. Ik ken ze, jongen. Ja. De vader van de moeder van... Er wordt aangebeld. Ik moet even gaan checken. Dat is 1 seconde. Wacht maar even. Hey, dan gaan we weer door. Het was mijn vriend Lucas. Die wilde mij een fiets verkopen. Ja, niet. Ik heb geen fiets nodig. Ik loop. We waren gebleven bij de oplossing voor het laten groeien van je epifyse. Het werken aan je denkvermogen. En dat je daarvoor de Bijbel moet lezen. Dat je kennis maakt met het anarchisme. Er is maar 1 iemand, de baas, en die heet God. Maar nee, er is niet hier iemand, een mens, die zegt dat hij God is. Dat gebeurt wel, dat is de katholieke kerk. De paus die wordt genoemd Vicarius Christus. De plaatsvervanger, de vertegenwoordiger, de stellvertreter van Christus Jezus. En die moeten wij dan de heilige vader noemen. Maar dat is niet waar. Dat staat in de Bijbel dat dat gevaarlijk is. En dat is een hele hoop breinoperaties voordat jij dat als mens kan bevatten. Dat je niemand op deze aarde je vader mag noemen. Iedereen om je heen is ofwel een broer, ofwel een zus. Ook je eigen kinderen.
De moeder van mijn kind, die heeft geen epivisa. Of die is verschrompeld. En de moeder van mijn kind is 48. Ik denk niet dat die epivisa nog aan gaat groeien. No way. En ze heeft geen epifyse en daardoor ook niet dat waarnemingsvermogen. En een Bijbel lezen, en dan wordt ze helemaal crazy. Als je daarover begint. Nee, geen Bijbel, nee. Ja, en dan blijft het hetzelfde. Je moet het toch minimaal begrijpen. Er is geen heerser. Het is een anarchie. Onder God. God is de baas. Ja, maar wie is God dan? Ja, lees je Bijbel. Ja, maar daarin staan verhalen van slachtingen. Ja. Nee, in de krant niet, hè? Ben jij maf? In Syrië zijn helemaal geen kleine kinderen doodgebombardeerd, hoor. Nee, ben jij maf? Ja, maar de Bijbel vind ik wat harder dan het dagelijkse nieuws. Ja, je moet goed begrijpen dat die verhalen over die slachtingen in het Oude Testament, dat is gebeurd. In naam van God. Uit de mond van Mozes. Ja, zo waren die tijden. En waarom was dat? Ja, maar Perry, nu vraag je wel heel veel van mij om te begrijpen. Ja, inderdaad. Je mag ook gewoon niet werken aan je epivyse. Dat je denkt, die hersenen van mij, laat ze maar atrofiëren. Dan word ik straks dement of ik krijg Korsakoff. En dat vind ik ook leuk. Zeg, dan kan ik lekker zo in een rolstoel zitten. En dan denk ik, en dan moet de verpleegindustrie, die moet maar begrijpen dat jij vraagt om een schone luier. Kijk, als dat jouw toekomst is, dat jij dat voor je ziet. Want ik ga een e-hol zijn in een bejaardentehuis. En lekker lopen zeuren met mijn onontwikkelde hersenen. En daar had ik wat aan kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan. En nu moet de communistische samenleving maar voor mij gaan zorgen. Nou, ik dacht het even lekker niet. Ja, als jij een deeltje maakt met die communisten, ja, ik vind het best. Ja, maar die communisten, die zijn ook katholiek, hoor. Ja, dat weet ik wel, homo. En dan word je toch lekker katholiek, communistisch, fascistisch. Dan gaan we wegrotten in een bejaardentehuis. Ik heb daar geen zorgen over. Moet je lekker zelf weten. En wil jij je epifyse, je hersenen, je tot de totaliteit laten ontwikkelen, dan zal je ze moeten gebruiken. En niet gaan gebruiken, maar gebruiken. Ja, maar Christus Jezus heeft gezegd dat hij die denkt aan overspel, die heeft het al gepleegd. Dus als ik denk aan mezelf als iemand die de Bijbel leest, dan heb ik het al gedaan. Ja, en nu nog Bijbel lezen, hè? Ja, ik snap deze grap niet, Perry. Nu ga je me echt te ver en... En waar heb je het over met overspel? Want iedereen mag het met iedereen doen, want ik stam af van de bonobo's. En zoals jij best wel weet, Peggy, de bonobo's, dat zijn apen. En iedereen doet het met iedereen. Ja, het punt is dat je niet afstamt van de apen. Ja, maar ik voel het wel zo. Dus als ik kijk naar een bonobo, dan denk ik van, dat ben ik. En dat kan je ook zien met fossielen, hoor. Als je die fossielen dan goed gaat bestuderen, dan weet je dat ik van de neukende apen afstam. En dat doe ik graag, want het is mijn lot. Jezus, man. Het is een schande, hoor. Iedereen die de Bijbel niet
Iedereen die de Bijbel weigert te proberen te begrijpen. Ga maar weg. Ja, maar de Bijbel, dat is wel zo'n 2000 jaar geleden, zoals jij zegt. En ik weet niet eens of dat waar is, maar... Want ik vind het ook wel heel merkwaardig dat die koning Jacobus versie hier, die King James uit 1611, die is dus pas 400 jaar geleden. Dus waarom 2000 jaar geleden? En dan ben ik je al helemaal kwijt, Perry. En ik lees liever de werken van Stephen Hawking. Want die had ALS. En zat in een rolstoel. Nee, train je brein, man. En het beste doe je... Ja, niet dat je elke dag Bijbel moet lezen van mij... maar wel de... Ja, Genesis 1, vers 1. Daar moet je mee beginnen. Ja, een stukje Hosea. Ja, een beetje skippen. Exodus 20 is natuurlijk hartstikke leuk. Heel simpel. En dan een beetje doorskippen naar het Nieuwe Testament. Matthäus als eerste doen. Matthäus 6, erg leuk. Matthäus 7, geweldig. Dan heb je nog Marcus, Lucas, Johannes. Dan heb je Handelingen. En laat je brein werken. En word een beetje gevoelig. Kijk, ongevoelige mensen, die voelen geen pijn. Die kan je net zo goed afmaken. Die voelen toch niks. Ongevoelige mensen met die half ontwikkelde breintoestanden, die zijn heel goed in staat tot schaken. Of de moeder van mijn kind, die werkt bij CITO, het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling. En zij kan niet, ze weet niet van de rekenregel. Van dan was die ook alweer, hoe komen we, wat was het nou? Hoe we van de onvoldoendes afkomen. Hoe moeten we? Kijk, nee, hoe? Ik weet die regel niet precies meer. Maar ik ken hem wel. Dus meneer Van Dalen wacht op antwoord en dat vermengt met het gebruik van haakjes. Dus eerst haakjes oplossen. Dus alles wat binnen de haakjes staat, dat ga je als eerste oplossen. Dus 3 plus 2 binnen haakjes, tussen haakjes, dat is 5. En dan kunnen de haakjes weg. Dan heb je machtsverheffen, worteltrekken. Hoe moeten we... Ja, dus moeten is van machtsverheffen. W is van worteltrekken. Van de onvoldoendes afkomen. En dan is dus van is vermenigvuldigen. De is delen. Van de... En dan krijg je optellen. Dus onvoldoendes. Dat is optellen. Afkomen. Ja, aftrekken. Dat is de rest. Zij kent die regel helemaal niet. En werkt bij het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling. En zij heeft dat helemaal niet in de gaten. Ja, ik werk bij het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling. En dat is heel belangrijk werk. En ik kan er weliswaar niet rekenen. Maar dat is nog niet vastgesteld. Alleen Perry Winkel beweert dat. Omdat ik aan hem... Ja, ik kon het echt niet volgens hem... Maar ik werk bij het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling. Ja, go and knock yourself out, baby. Gewoon onvergroeide hersenen. En lelijk dat ze is, man. In karakter ook, hè? Want dat heb je met die mensen die geen epifyse hebben. Die zijn Teletubbies in Lalaland. Want ik wil leuke dingen doen. En dit weekend, er is een nieuw museum. En daar wil ik naartoe. En dan wil ik wel... Het is heel moeilijk. De moeder van mijn kind is hopeloos verloren. Die gaat mij niet meer onder ogen komen.
Die keren, dat, mijn dochter die had een CITO-toets gedaan natuurlijk. Primair onderwijs, dat moet. En haar moeder werkte bij CITO. En zij had een score van heel hoog. 93 percentiel of zo. 7% van de kinderen in Nederland waren beter in het invullen van de multiple choice. 7%. En 93% was dommer. Dus mijn dochter die mocht naar het stedelijk gymnasium. En ik dacht, mooi zo. Dan leert ze Grieks en Latijn. Ze hadden er ook een muziekdings en dan speelden ze Brahms. Niet Brahms van Braam en dan Bramer, maar nee, Brahms. B-R-A-H-M-S. Ik heb Brahms gehoord daar. Met cello's. Ik denk, nou, dat is wel wat voor mijn kind. Ik heb even gepraat met die wiskundeleraar. Ja, die kende de stelling van L'Hôpital, kende die niet. Vectormeetkunde was uit het lesprogramma gehaald. Maar dan nog, het was best aardige wiskunde. Ze hadden wel van die holocaustliteratuur liggen in het geschiedenislokaal. Maar dat hadden we later op kunnen lossen. Dat was een mooie school. Heel veel groen eromheen en op loopafstand van huis. En daarnaast, daar lag toen nog een kinderspeelplaats waar mijn vriendin of kennis, Monique, die had daar de scepter. Dat was een hartstikke leuke plek voor kinderen. Dus als je een tussenuur vrij had gehad, dan had ze even naar het schoolplein gekund. Ja, dat kinderen dinges. En dan krijg je altijd limonade. Ja, wat denk je? De moeder van mijn kind heeft geen epivise. En die keek mij aan, jongen. En toen ik dus bij het gesprek op het primair onderwijs voorstelde dat mijn kind, wat mij betreft, naar het stedelijk gymnasium zou mogen. Maar mensen zonder epivise, die onvolgroeide hersenen, ze kunnen wel lekkere tieten hebben, zoals in het geval van de moeder van mijn kind. En een mooi kontje. Maar het denkt niet. Dus de moeder van mijn kind was er alleen maar mee bezig. Van, oh, Perry wil dat ons kind, dat vind ik namelijk wel ook een beetje mijn kind. Ja, ik heb nog nooit een klote vooruitgevoerd, want ik heb geen epivise. En ik doe graag leuke dingen. En dat heb ik echt gedaan, hoor. Ik heb wel 500 liter wijn weggetankt in het huis van Perry. Met allemaal mannen. Ja, zo zijn die mensen zonder epivise. Die hadden nergens rekening mee. En die dacht, joh, Perry die wil dat het naar een stedelijk gymnasium gaat. Nou, dan ben ik erop tegen. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Ik kan het ook niet goed uitleggen aan mijn dochter dat ik ongelofelijke pishekel heb aan het gedrag van haar moeder. Maar zij is dan zo van, ja, je moet medelijden hebben met haar. Ik denk, waarom? Je had naar een stedelijk gymnasium gekund en van je moeder mocht dat dan niet. En dan moest je naar die kutschool. En je belandde op de HAVO. Homo. Hey, mensen zonder die volledige breinontwerking. Ontwikkeling. Ontwerking, zei ik dat nou? Dat het niet gewerkt heeft. Dat het geatrofieerd is. En niet mee omgaan. Geef ze maar terug aan die communisten. Alsjeblieft. Dit is jullie kind. Jullie hebben het zo stom gemaakt. Hier mag je er hebben. Die moeder van mijn kind komt mijn woning niet meer binnen. Die dode ogen van haar wil ik nooit meer zien. Die haat.
Want mensen zonder epivisor, die haten mensen met een epivisor. Ze snapte er ook helemaal niks van, hè. Dat ik kwam ik met die moeder van mijn kind in een situatie en ik wist gelijk wat er aan de hand was. En ik zou ook, ik ga wel even dit doen, ik ga even dat doen. En dan had ik het voor mekaar. Ja, want ik ben snel. Want mijn hersenen zijn volgroeid. Ik heb een epifyse. En zij helemaal pisling tegen mij. Ja, je krijgt allemaal dingen maar voor mekaar. En dat vind ik oneerlijk, want ik krijg helemaal niks voor mekaar. Nee, natuurlijk niet. Je hebt seks gehad met je vader. En je breinontwikkeling is blijven steken op je 5-jarige jaar. Maar dat is mijn fucking schuld niet. Ja, maar Piri, nu laat je me in de steek. Nee, kut homo. Jij wilde die scheiding. Ik had al lang in de gaten dat jij zo stom was als het achtereind van een stuk verf. Dat je mijn kind gaat verbieden om naar het gymnasium te gaan. Ja, maar Piri, je moet goed weten dat als je kinderen Grieks en Latijn leert, dan worden ze taalkundig. En dan leren ze alleen maar allerlei taal en ook oude taal. En dat moeten we niet doen. Oh nee, ik haat jullie hypofyse, epifyseloos. Ik vind jullie zo dom. Oh, wat zijn jullie stom. Ja, zo is het. Ja, maar ik ben ook mishandeld door mijn ouders. Ja, ga je Bijbel lezen. Train je brein. Niet nu, niet Cephas, maar hoort er nog, verdomme. Koop een Jacobus Bijbel. Het kost hier €7,95. Dus waar heb je het over? Ja, maar dan moeten we allemaal heel lief gaan doen naar elkaar, omdat we rekening houden met elkaar. En daar ben ik op tegen, want ik vind dat frictie tussen mensen, dat geeft warmte. Het is net als dat je in je handen wrijft als het koud is. Dan ga je heel hard frictie geven en het geeft warmte. Ja, dat deed die epifyseloze van de moeder van mijn kind ook, hoor. Als je haar ergens mee naartoe nam, dan pikte ze een slachtoffer uit en dan ging ze ruzie mee maken. En dan moesten we eerder naar huis en dan was ze hartstikke... Nou, ik had hier een conflict en nu word ik eerder naar huis gebracht, want dan ga ik mijn kind op tijd in bed brengen. Jezus, man. En er is geen virus tegen. Dat is best vervelend. Had je maar een virus dat mensen zonder epivyse spot en dan roep naar binnen. Een 3 maanden Rijnstatenmuseum. Rijnstaten is dan het museum hier in Arnhem. Daar worden al die mensen worden daar geëxposeerd. Die liggen dan in bedden. En dat is allemaal heel hygiënisch, hoor. Ook als je binnenkomt, dan moet je je pasje laten zien en dan mag je de trap omhoog. En dan hebben ze heel handig uitgelegd waar afdeling D4 ligt en dan pijlen op de grond. En dan kunnen al die epifyseloze mensen, die kunnen de weg vinden naar de, weet ik wel wat, oncologie of zo. Ga daar maar naartoe. Mensen zonder epifyse zijn geen mens. Jawel, Perry, want ze hebben 2 armen, 2 benen. En ze poepen de hele dag. 1 keer per dag, 2 keer per dag. En ze willen ook graag geld. Dus het zijn mensen. Oh, ze willen ook nog graag leuke dingen doen. Nee, het zijn geen mensen. Het zijn dieren. Nee, Perry. Nee. Wij stammen van de apen af, maar sinds de tijd van de apen is er heel veel veranderd. Oh ja, en wat dan? Nou, wij kunnen schrijven. Maar schrijven is wat? Huh?
Ja, jij epifyseloze, schrijf eens wat op. Behalve onzin. Want ik kan op Facebook, kan ik echt wel tekeer gaan hoor. Dan maak ik een foto van een gezellige familiebijeenkomst en dan zet ik eronder, dit was een gezellige familiebijeenkomst. Ik kan schrijven, hoor. Ja. Het nieuws is, het besef wat dient te komen, is dat wij als schepping van God, wij zijn zijn evenbeeld. Wij dienen taal te beheersen. En zeggen, mijn kind mag niet naar het stedelijk gymnasium. En dan wordt jou gevraagd waarom niet. En dan zeg je, nou, daarom niet. Dat is geen taalgebruik. Dat is jezelf laten gelden. En zij weigerden om de Bijbel te lezen. We zijn helemaal bang van. Dat begrijp ik ook wel. Dat kan dat onvolgroeide brein niet aan. En wat moet je met die moeder van mijn kind? Nou, ik niks. Ze komt mijn woning niet meer in. Ik ben het beu. En mijn dochter heeft dan medelijden met haar. En die zegt, ah, maar dat los ik wel op. Nou, kindje. Die epifyseloze moeder van mijn kind, die heeft het geflikt om tegen mijn kind te zeggen van ja, we gaan tussen 6 en 7 eten en dan moet je op tijd thuis zijn zodat je je handen kan wassen en je jas af kan doen en je tas in de gang zetten. Kortom, je moet om 5:30, 5:45 moet je er zijn. Ja, mijn kind heeft een epifyse. Dus die is er om 5:30. En de moeder die komt dan 8:45, 9:15. Want die heeft het druk gehad. Want ze kwam iemand tegen van vroeger. Ik zei toch tegen mijn kind, had je geen honger? Jawel, zei ze, ik had honger. En ik heb gewacht tot 8:00 en toen ben ik voor mezelf gaan koken. En dat heeft ze geleerd van mij. Het is mijn kind, hè. Mijn kind kan koken. Dus die heeft de koelkast open gedaan en gekeken wat er was. Heeft ze pasta met pesto gemaakt en een scheut olijfolie erop. En dan tv kijken. En die epifyseloze moeder, of die verschrompelde epifyse moeder, die komt dan om 8:45 binnen, heel luidruchtig. Ik ben thuis. Ja, Nina. Dat is de naam van mijn dochter. Dat weet toch iedereen. Nou, Nina, ga naar de keuken en doe de oven aan, want ik heb pizza. Van de fucking supermarkt. Ik vroeg nog aan mijn kind, hoe ging het dan verder? Nou, zei ze, ik had al gegeten. En zij wilde dat ik 2 pizza's in de oven zou stoppen. En toen heb ik tegen haar gezegd, dat hoeft niet. 1 pizza is genoeg en die is voor jou. Want ik heb al gegeten. En toen kreeg haar moeder, dat vertelde mijn dochter, die epifyseloze moeder, die kreeg een aanval van migraine en buikpijn. Nou, zei mijn kind, dat vond ik straf genoeg. Mensen zonder epifyse, daar moet je niet mee omgaan. Hebben helemaal niks in de gaten. Die doen maar wat. Lezen geen Bijbel. Punt. Ze vinden zichzelf het allerbelangrijkste ter wereld, omdat ze het recht hebben om te poepen. En dus te eten. En meer niet. En als je geen Bijbel leest, ja, hou maar op. Dan kom je er niet uit.
Ja, maar Perry, zijn er dan geen andere boeken waarmee we kunnen beginnen? Ja, wel degelijk. Ja. Dan lees je de Tao Te Ching van Lao Tse. Lekker dun boekje. Kost geen drol. Het is 130 pagina's. Of je leest het Dhammapada van Boeddha. 300 pagina's. Is makkelijk te doen. Je hebt ook nog de I Ching, het boek der veranderingen. Dat kan je ook van A tot en met Z uitlezen. En dan de Bijbel. Ja, maar mag ik dan geen Friedrich Nietzsche lezen? Ja, natuurlijk wel. Je mag van mij Friedrich Nietzsche lezen. Waarom niet? God is tot. De meest ware uitspraak van de 19e eeuw. God is niet meer. Dat is Friedrich Nietzsche. Maar dan je Bijbel lezen. En zet je brein aan het werk. Laat dat alsnog. Als jij geen epifyse had bij geboorte, dan zou ik niet weten wat we met je aan moeten. Dan kunnen we jou wel IQ-testen laten doen. En dan mag je gaan werken op Wall Street. En een hele ingewikkelde calculaties maken. En dan beur je geld van de economie. Meer niet. En heb jij een verschrompelde epifyse, dan heb je nog een kans. Zoals de moeder van mijn kind. Die heeft nog een kans. Het staat haar vrij om bij mij langs te komen. En dan moet ze uitspreken het woord S-O-R-R-Y. Sorry, Perry. Ik was een bitch. Ik heb je bedrogen. Ik heb geneukt met Peter Bosman. En ik heb jou op jouw kind laten passen terwijl ik dat zelf had moeten doen. Ik heb je spullen ingepikt. Ik heb geld van je afgejat. Sorry dat ik geneukt heb met Peter Bosman. Mensen zonder epifyse, dat is verschrikkelijk. Dat is ook zo'n mooie opmerking van haar. Ik was een keer naar een vriendin geweest, een oude vriendin, helemaal geen seks, helemaal een oude vriendin, een hele slimme, mooie vrouw, dat wel. En ik had de laatste trein gemist. En zij kwaad, jongen. Ik zei, ja, het was zo. Ja, zei ze, je had van tevoren, had je op OV 92, moet je controleren. En je kan het toch niet zomaar de laatste trein missen? Ja, ze hadden de fucking dienstregeling veranderd. Wist ik veel. En kwaad dat ze was, joh. Ja, geen epifyse. Hè? Die snapt er helemaal niks van. De man is op bezoek bij een ander persoon en dat is een vrouw. En zij denkt dan, oh, dat gaat om de seks. Hij gaat zijn pik in de kut stoppen en dan gaat hij mij voor de gek houden. En dan blijft hij de hele nacht bij haar. En dan gaat hij rampen tampen en dan gaat die vrouw gaat allemaal kreunen. En dan vindt hij lekkerder seks dan bij mij. Man, die epifyseloze mensen. Rot op. Wat zij mij ook heeft geflikt. Is gewoon, dit is niet als klaag. Daar gaat het niet om. Ik ben helemaal niet boos meer. Je kan toch ook niet boos worden? Ik heb een...
stotterde Stotter. Ik heb een vriend, die heet Boy. Die is spastisch, die zit in een rolstoel. Ik kan wel tegen hem zeggen, sta op en wandel. En hij zegt, ja, fuck you, Klojo. Dan zit ik met hem in het schietcafé en als hij moet pissen, en hij heeft een hele kleine blaas, dus hij moet 3 keer per suipronde of zo, dan moet hij weer naar de play. En dan vraagt hij heel beleefd aan mij van, kan je even komen duwen? En het eerste stukje, dat doet hij zelf, hij kan ook naar binnen, doet hij ook zelf. Maar dan is er het opstapje, want het schietcafé is niet rolstoelvriendelijk. Waarom? Ook? Ah, je hebt toch Perry Winkels? Een Boy hoeft alleen maar aan mij te vragen van, kan je me even liften? Ik ga toch Boy niet kwalijk nemen dat ik hem iedere keer moet liften? Helemaal niet. En de moeder van mijn kind, die kan niet denken. Moet ik haar dat kwalijk nemen? Nee, waarom? Die bitch gaat me al lekker zelf. Moet ik boos zijn? Nee, ik ben ook niet boos op Boy. Je kan het niet, je kan niet denken, je loopt alleen maar te slap de oude hoeren. La 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 la. En moet ik daar mijn agressie aan gaan verspillen? Je kan niet denken, dat is jouw probleem. En de moeder van mijn kind. Ik maakte 6 dagen in de week het ontbijt. Want zij hield niet zo van opstaan. Procrastinatie heet dat. Dus als ze 's morgens wakker werd en dan lag ze in bed. En dan wilde ze het liefste in bed blijven liggen. En ik moest opstaan om het ontbijt te maken. En zij kankeren, jongen. Van, ja, wat een saai ontbijt. Ik wil muesli met slagroom en... Ik zei, oh schatje, dat is goed. En dan werd ze nog kwaaier. Dus ja, hoezo schatje, dat is goed. Dat had je van tevoren moeten weten, homo. Echt waar. En ik dacht, ja, wat voor fucking ontbijt wil je dan? Nou, zei ze, ik wil havermout. Ik zeg, zeg dat dan. Dan krijg je er havermout. Ja, maar geen suiker. Ja, wat maakt mij dat uit? En toen had ik een ontbijt gehad, gratis en van niks. En dat was Iers. Dat zeiden ze. Dat was in een kroeg, daar om de hoek. En die kroeg is inmiddels dicht. Maar dat kwam vanwege de cocaïnehandel, denk ik. Die kroeg is nou dicht, maar toen die nog open was... toen heb ik daar een Iers ontbijt gegeten. En dat was best lekker, dus... Eerst ontbijt om het uit te leggen. Dus, witte bonen. Tomaat. Worstjes. Sausages. Scrambled eggs. En dan kan je nog variëren wat je erbij wil doen. Whatever. Zullen we eerst ontbijt eten? Zei ik bij het avondeten. Want ik had in de gaten hoe dat moest. En het smaakte reuze goed, hoor. Gewoon een sausages, eens een worstje, goed doorgebakken, verse tomaten bij, wat witte bonen. Prima te doen, een beetje scrambled eggs. En zij, die epifysisch lozies, zonder epifyse, die zei, nou dat wil ik niet. Ja, natuurlijk. Iemand die geen epifyse heeft, die snapt er helemaal niks van. En dan komt er een verandering. En iemand die geen epifyse heeft, denkt gelijk van... Oh, niet doen! Niet doen, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Nee, dat wil ik niet. En ik, dombo... Ik dacht, oké, jij wil het niet. Dus dan vraag ik dat aan mijn dochter. Wil jij het? En mijn dochter zo van, ja, dat zou ik wel lekker vinden. Oké. En die moeder van mijn kind, die zonder epifyse, die had ik kwaad, jongen. En dan niks zeggen natuurlijk, want epifyseloze mensen kunnen niet spreken. Die zat alleen maar, wat gaat er gebeuren? Nou, en de moeder van mijn kind, die hield graag van uitgaan. Zo'n stoepmoeder heet dat.
En ze zou vrijdagavond uitgaan. Ze ging maandagavond uit. Dinsdagavond was ze altijd kapot, omdat ze maandagavond tot 1:30 s'nachts in de kroeg zat. Dus dinsdagavond was ze helemaal kapot vanwege haar baan bij het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling. En woensdagavond ging ze tango dansen. Donderdagavond ging ze aan de telefoon. Dat vond ze ook heel erg leuk. Nou, ons kind lag dan in bed en dan kwam ze om 8:30 s'avonds naar boven. En ging ze gelijk naar de telefoon en dan ging ze iemand bellen. Het liefste een man. Ja. Hallo, met Wijnanda Willemsen. Ja, overmorgen dacht ik dan, zullen we dit doen of dat doen? En een vrijdagavond, dat was haar uitgaansavond. Want ze had het zo druk. Ze moest namelijk, ja, dat is erg, hè, maar die mensen zonder epifyse, die zijn snel moe. Hè? En zij moest de was doen, het textiel. Van mij had ze een wasmachine gekregen en een wasdroger en wasmanden. En jij moet even die vuile kleren in de wasmachine gooien. En dan moet je op een knop drukken en er moet ook nog waspoeder in. En dan moet je, als de wasmachine klaar is, dan moet je al die natte meuk moet je eruit pakken. En die moet je boven in de droger doen. En dan doe je de droger aan. That's it. Ah. En als het droger klaar is, dan leg je al die spullen die leg je neer op het bed, bijvoorbeeld. Ja, dan een beetje uitsorteren. En dan sokken bij de sokken, onderbroeken bij de onderbroeken, t-shirts bij de t-shirts. Dat is 3 uur per week. Hooguit! 2 uur per week. Jeetje, man. Maar zij ging vrijdagavond aangekondigd, want vrijdagavond was haar uitgaansavond, om even uit te puffen van het feit dat ze 2 uur had moeten werken om de was te doen. Oh, wat zijn we moe. Ja, maar mensen zonder epifyse, die zijn de hele tijd moe. Ze worden zwak, ziek en misselijk. Van het minste geringste. Dus zij moest uit, hoor, op vrijdagavond. En dat wist ik al, dan gaat ze uit tot en met 4 uur 's nachts. En dan wil madame natuurlijk uitslapen. Maar mensen zonder epifyse, die gaan ervan uit van, ja, kijk, als ik op een vrijdagavond, dan ga ik tot 4 uur 's nachts, allemaal leuke dingen doen. Want ik hou gewoon leuke dingen doen, want ik heb geen epifyse. Dus ik loop er een beetje in de rond. Dus zij zou pas de volgende ochtend om 12 uur wakker worden. Want ik ken madame wel. Dan komt ze om 4 uur 's nachts thuis. En dan wordt ze om 7 uur 's morgens, 6:30 's morgens, even wakker gemaakt door mijn kind. Die dan mijn kind werd altijd om 6:15 's morgens wakker. En dan wordt ze even wakker. En dan gaat ze zeggen, oh kindje, zal mama je voorlezen? En dan gaat ze mijn kind voorlezen. Maar mijn kind wil niet alleen voorgelezen worden. Dat moet ook een ontbijt krijgen. En zij gaat dan toch weer half lam omlaag liggen. Ja, vind je het gek? Je bent een 4 uur 's nachts thuisgekomen. En om 6:15 morgen staat je dochter in de slaapkamer. Ja, dan moet mama nog even een paar uurtjes slapen. Dus die zou niet mee ontbijten. Dat wist ik zeker. En ik tegen mijn dochter van, hé, schatje poepje. Dat eerst ontbijt. Zullen we dat zaterdag doen? Maar mijn dochter, ja, het beste. Je had het nog nooit gegeten. Ja, doen we dat zaterdag. Hè? En dan haal ik biologische worstjes. Want mijn dochter is ook zo'n beetje bang of zo van alles. Maar, misschien nog niet al het vlees. Dat maakt niet uit. Maar ik zei bio-worstjes. Nou, eieren, dat is geen probleem. Tomaten gehaald. Eerst ontbijt, morgenochtend. Witte bonen heb ik niet gedaan. Dat was te veel geweest. Scrambled eggs dus. Komt die persoon, de moeder van mijn kind, die geen epifyse heeft, die komt thuis en die gaat dan gelijk controleren in de koelkast wat er allemaal gekocht is door Perry Franciscus Martinez Winkel. En dan in de vuilnisbak kijken, natuurlijk.
Niet alleen in de koelkast, hè? Nee, we gaan ook in de vuilnisbak kijken. Wat zijn de verpakkingen? Nee, man. Dus die kijkt in de koelkast en die vindt dat papieren zakje van de biologische slager. Hij zegt, wat is dit nou? Want het is vrijdag en ik heb tegen jou gezegd, elke vrijdag vis eten. Ik zei, je krijgt ook vis. Ja, maar dit zijn worstjes. Dit zijn worstjes en dat is geen vis. Hoe kan dat nou? Ik zeg, ja, de vis ligt in de oven. Ja, maar waar zijn die worstjes dan voor? Ik zeg, dat is voor morgenochtend. Voor het eerst ontbijt. Huh? Zij zou tot 4 uur 's nachts naar het Oranje Koffiehuis gaan. Of zoiets. Die zou tot 12 uur in de nest liggen. Ja, en ik moet om 7:30 's morgens moet ik mijn nest uit. En om 7:30 's morgens wil mijn kind, graag wat te eten. En mijn kind wil graag een Iers ontbijt uitproberen. Maar mensen zonder epifyse, met die onvergroeide hersenen, die vrouw die werd helemaal gek. Nou, en zaterdagochtend komt mijn dochter, die komt de slaapkamer van de ouders binnen. Zegt van, ik ben wakker. En waar is mijn moeder? Ik zeg, kind, ik heb geen flauw idee. Die is gisteravond om 8:30, toen jij in bed lag, is ze de deur uitgegaan en ze is niet teruggekomen. Tja, hoe moet ik weten waar ze is? Huh? En mijn dochter die zei, oh, zij zal wel blijven slapen. Zij zal wel zijn blijven slapen bij een vriendin. En ik dacht van, laten we het daar maar op houden. En haar moeder, de moeder van mijn kind, mijn kind, Filemon, die kwam om 12:00 op zaterdagochtend, kwam ze binnen. En dan komen die mensen die geen epifyse hebben. Dan ga ik met de deuren slaan. En daar ben ik en ik ben binnen. Het feest kan beginnen. Ik stom verbaasd naar haar kijken. Van waar ben jij gebleven? Nou, het ging erom dat het was een wraak. Die epifyseloze moeder van mijn kind, die wist dat ik er een ongelofelijke pesthekel aan had als zij ging neuken met andere mannen. Als zij ging neuken buiten het huwelijk. Dat wist ze. En zij dacht van ja, hij zit mijn kind Iers ontbijt te geven en wat wordt mijn wraak? Ik denk dat ik ga neuken met een andere man. Ja, dat zijn mensen zonder epifyse. Wraak op mij? Omdat ik een ander ontbijt maak? Terwijl die stoepmoeder altijd zat te zeiken over wat is dit ongevarieerd. Terwijl ik alleen maar wilde volgen wat ze wilde eten. Wil je yoghurt met muesli? Wil je kwark met muesli? Wil je havermout? Wil je geroosterde boterhammen met jam? Zeg het maar. En dan kom ik met een veranderingsvoorstel en dat mag niet. Want iemand die geen epifyse heeft, die is niet ontvankelijk voor ideeën. Die zijn creatiefloos. En worden boos. Ja, want dan ga jij een lekker ontbijt eten met wat jij dan noemt jouw kind. En ik sta daar buiten. Ja, natuurlijk. Homo. Je zit er 4 uur 's nachts in de kroeg en een beetje met kerels te lopen, chance. En je wilt tot 12:00 in je nest liggen. Ja, iemand zal moeten ontbijten met mijn kind. Ben je helemaal gek geworden?
Ja, dat was reden van mij tot wrak. Ja, leuk is dat. Wraak omdat ik een Iers ontbijt heb gemaakt voor mijn kind. Ja, je kan me ook zo boos krijgen dat ik een Kalasjnikov aanschaf. En dan word je heelal geslacht. Dan flikkeren we jouw lichaam in een madenboerderij. En dan met een goede vliegensoort erbij. En dan die maden, die voeren we aan kippen en vissen. Dan zijn ze schoon hoor, die moleculen van jou. Dan zijn die slechte gedachten, die slachterige gedachten, die zijn weg. En al die moleculen, al die atomen, die zijn door 3 processen heen gegaan. Dus eerst de verrotting van de bacteriën. En dan komen die vliegen eraan. En al die maden. Blablabla. En die maden die willen op reis. En waar komen ze terecht? Ja, bij de kippen of bij de vissen. Hello world. Heb je mooie dikke vissen van zo'n kutmoeder? Die denkt dat ze wraak mag nemen op haar man. En haar kind in de steek mag laten. Want haar man heeft haar kind, vindt zij dan. Dat is haar kind fucking helemaal niet. Maar dat terzijde. Dat ze wraak mag nemen op haar man. Want die heeft haar kind een Iers ontbijt gegeven. Ja, dat zijn de mensen zonder epifyse. Het is heel merkwaardig. Het is de meest vreemde diersoort die je ken. Jeetje, mijn Christus. En ik wil niet zeuren, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de constatering van de werkelijkheid. En mijn dochter heeft dat niet in de gaten, hoor. Die keer dat mijn dochter dus 3 uur moest wachten op haar avondeten, dat heeft ze haar moeder helemaal vergeven. Ja, natuurlijk, waarom niet? Anders krijg je helemaal geen vreten. Ja, maar tegen die mensen zonder epifyse moet je heel aardig doen, want dan trekken ze bij. Dan wordt het beter als je daarmee aardig tegen doet. Het antwoord is nee. Mensen die geen epifyse hebben, hebben geen ontvangstantenne voor het menselijk, wereldlijk gebeuren. Die willen alleen maar leuke dingen doen. Het holt van links naar rechts en meer niet. Nou, 2% van de mensheid heeft dat zonder meer. 20% van de mensheid heeft een verschrompelde epifyse. En dat 20%, 60% denkt dat het normaal is dat een moeder van een kind van 5 gaat neuken met een man die ze opgepikt heeft in de kroeg als wraak. Want die man heeft een Iers ontbijt gemaakt of zal dat gaan maken. Want daar ging het toen nog om. Vrijdagavond, vrijdagnacht wist die moeder, die stoepmoeder, dat ik een Iers ontbijt zou gaan maken. En dat werd haar wraak. Ga niet met die mensen om. In het geval van de moeder van mijn kind, denk ik dat haar epifyse
is blijven steken op 5-jarige leeftijd. Dus ze heeft een epifyse van een 5-jarig kind. Daar valt aan te werken. Zij is 48. Ongeveer. Dus daar valt aan te werken nog. Ze heeft nog 22 jaar. Dus 48 plus 22, dus 2 plus 48 is 50, plus 20 is 70. Ze heeft nog 22 jaar om haar epifyse te laten groeien. Dus, maar gaat dat gebeuren? Ja, ik weet het niet hoor. En vooral niet met al die mensen in haar omgeving die zeggen van... Oh, maar jij werkt bij CITO? Nee, maar dat is wel een heel belangrijk centraal instituut voor de toetsontwikkeling. Nou, dat is mooi. En ze zit nou te daten met Rocco Osterman. Er is dan zo'n achterhoeker die dan mooie muziek schijnt te maken. Mijn tweede kind heeft ze laten vermoorden... En toen ik aan haar vroeg van, is mijn zoon verdoofd voordat hij in stukken gesneden werd? Toen werd ze boos, jongen. Ik denk, ho, 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 niet met z'n vies gaan gooien. Alsjeblieft niet, want dan moeten we opnieuw naar de IKEA om van die bordjes te kopen. We wonen hier niet in Griekenland. Nou, dat zijn die mensen. Een boos dat ze werd, man. En ze heeft mijn tweede kind laten vermoorden. En dat kind had al een hartslag. En schopte met de benen. Dus dat zal wel een jongetje geweest zijn. Die heeft ze laten vermoorden. Ja, waarom ook niet? En mijn dochter is al depressief vanaf haar 10e. Toen ik de deur uitging daar... Het eruit getrapt werd, toen werd mijn dochter depressief. Ha, 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 ha. En ze is nog steeds depressief. Papa, ik ben zo moe. Maar ik moet naar mama toe, want ze heeft gezegd dat ze vanavond lekker eten gaat maken. Dus ik moet op tijd zijn, want anders, ja, maar voor het lekkere eten... Kijk, wat heb je aan een tv die geen bits, dinges, pixels heeft? Ik heb een hele mooie tv aangeschaft en die heeft 1 pixel. En dan kan je, ja, af en toe is die wit en dan is die zwart. En daar kijken we de hele avond naar. Maar ja, aan zo'n tv heb je niks. En aan vrouwen die denken van ik ga wraak nemen op Perry Winkle en dat doe ik via zijn kind, want dat vindt hij vast heel vervelend. En hij houdt er ook niet van dat ik thuis kom met een stinkende kut. Want hij is empathisch en hij ruikt dat. En dat vindt hij vast heel erg. Ja. Dood met die lui. Een schande. Toen ik die moeder van mijn kind, dat ik zei in mijn vrienden kennen zijn kring. Vrienden streep kennen zijn kring. Dat ik met haar een monogame relatie aan was gegaan. Toen zeiden een aantal van, oh nee, niet met die. Ik zei, ja, ik heb het beloofd. En wat je belooft, dat moet je doen. Nou, zeiden die kennissen, veel succes. Maar wij weten hoe ze is. En ik geloofde dat niet in die tijd. Ik dacht dat er sprake was van verkeerde jaloezie. Foute jaloezie. Nee, dat was het helemaal niet. De moeder van mijn kind heeft geen epifyse. De breintje, dat is genoeg om te schijten en te vreten en te weten waar een nieuwe museum open gaat. En meer niet. Ik ga lekker afsluiten, want mijn bier is op.
En ik moet naar de nachtwinkel. Of ik kan nog even naar die ene supermarkt. En dat is een mooi eindje wandelen. Dus, dat is wel goed voor mij. En er werken aardige kassiers. Mooie ruime winkel. Met een roltrap. Dan zie je nog wat buitenlanders. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren, mensen. Ik heb je nu goed uitgelegd, hè? Het gaat om de volgroeiing van je zenuwstelsel. Daaruit vloeit het woord. En dat is de bedoeling. Ja, de bedoeling van wie dan? Ja, dat is de bedoeling. Ja, ik blijf liever, wat jij zei, dat leek me wel leuk. Dan word ik ook een vrouw van een periwinkel. En dan ga ik al zijn geld aftroggelen en lekker neuken met iedereen. Ik doe dat liever. Ja. Het is geen woord. Toen ik dus thuis kwam na het bezoek van mij aan die oude vriendin. En pas de volgende ochtend. En ik had gebeld. Ik had sms gestuurd en gezegd, het is allemaal fout gelopen. Ik kom er morgen aan. En toen zei die epifyseloze moeder, Je had een bloemstuk mee moeten brengen. Ik zei ja, toen jij ging neuken met weet je ook weer, Maarten uit Velp, omdat ik een Iers ontbijt had gemaakt, toen had je ook geen bloemstuk bij je. Nee, want dat was wrak. Echt, ik weet niet of het vervelend is. Ik weet niet of het vervelend is dat wij vergeten zijn om al die mensen dood te schieten. Is dat vervelend? Of vergassen? CO2-vergassing. Langzaam in slaap laten vallen. Dan ben je er vanaf. En de oplossing is alleen maar dat je je brein laat werken. En doe dat door een boek te lezen. En dan niet de Ex Libris prijs van vorige week. Maar lees een boek van een beetje ouderdom. Ja, maar Perry, dan vertel je me nu dat we respect moeten hebben voor de voorvaderen. En dan lijkt je wel wat ze in Noord-Amerika met die autochtone bevolking, Indianen, dat die ook respect hebben voor hun voorvaderen. En dan ga jij dus ook beweren dat je respect moet hebben voor je voorvaderen. Ja. Lees een boek. Ja, maar ik kan niet lezen. Ja, en, ja, dat is jammer. Dan moeten we jou voor eeuwig gaan verzorgen. Dat is best. Hoeveel luiers per dag wil je? Hoe vaak moet je schijten? En momenteel zit ik aan... ik poep toch echt wel een aantal keren per dag. Dan heb ik hoeveel luiers nodig? Ja, moet je even op een briefje schrijven. Ik wil 3 luiers per dag. En ik wil ontbijt. En ik wil lunch. En ik wil avondeten. En ik wil een ochtendprogramma en een middagprogramma. Nou, dan weten wij waar we aan toe zijn. Ik ben helemaal niet moeilijk. Oh, helemaal niks. Van mij mag Wijnander Willemsen elke dag 3 luiers hebben. En ontbijt, een lunch en een middagprogramma. Laat ze lekker leuke dingen gaan doen. Maar niet in mijn buurt. Want die leuke dingen die zij doet, dat vind ik niet helemaal dinges. Ja, dat ben ik. En nu even terug naar de werkelijkheid. Hè? Dit is een nieuwsuitzending en die moet correct afgesloten worden.
En dat doe je dan altijd in een dogma. In een manier van denken. En dan sta ik stil bij Hamburg. Dat is een stad in Dassen. Stad, dat is een stad. Dassen stad. In het noordwesten van Duitsland. Die stad bestaat nog steeds. Volgens mijn vriend Jörg Gliesman. En ga minimaal 15 uur luisteren naar Jörg Gliesman. Minimaal. Jörg Gliesman is daar geboren. En hij zegt dat die rivier die daar loopt, dat is de scheidingslijn tussen de katholieken en de protestanten. Alles onder Hamburg is katholiek. Communistisch, fascistisch, zeg het maar. En Hamburg hebben ze natuurlijk helemaal kapot willen maken. Ja, kom op. Dat katholicisme, dat wil naar het noorden. Natuurlijk. Dus hebben ze Hamburg, hebben ze totaal kapot gebombardeerd. Allemaal oude vrouwtjes, kleine kinderen, adolescenten. Alles gefirebomd. En roken, jongen. Zo, wat heeft Hamburg gerookt. En al die oude vrouwtjes weggezakt in het asfalt. Dat was de echte global warming. Nee, city warming. En op zijn Hamburgs zeg ik dus. Aus Hamburgs sag ich tschüss. En dag lieverds.